Vanavond in het Po-nieuws, groen licht voor referendum. Het is weliswaar formeel niet bindend, maar ik denk dat de regering nog geboren moet worden die naast zich neerlegt de wil van het volk. Dus het is geweldig nieuws. Wrevel in Den Haag over persbreidel Annemarie Jorisma. Ik geloof niet dat dit de omgang is met jullie. En jullie blaffen altijd wel, maar jullie zijn wel lieve hondjes. Lieve hondje, moet je je stoot vliegen aan, is maf, Kees. Nee, opgerot, ja. En het is koud, maar dankzij de kutkruik zitten de dames er toch warmtjes bij. Ik heb altijd heel veel medelijden met vrouwen. Ik heb ook wel een beetje last van, zoals alle mannen, denk ik. Maar als er iets is wat vrouwen kan helpen, dan moeten we dat toejuichen. Goedenavond, dit is het Po-nieuws van donderdag 14 februari. De kogel is door de kerk. Nederland krijgt zijn raadgevend referendum. Een meerderheid in de Kamer stemde vandaag in met het wetsvoorstel van D66, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Iedereen die straks 300.000 handtekeningen weet te verzamelen, kan daarmee een volksraadpleging afdwingen. Let wel, het kabinet kan de uitslag ongezien terzijde schuiven, maar het is een begin. En met het oog op een mogelijk referendum over de EU zijn vooral de PVV en de SP daar heel erg blij mee. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van een raadgevend referendum. En dat betekent dat u mogelijk iets te vertellen krijgt over de EU. Tenminste, misschien eventueel een klein beetje mogelijk. Het heet een raadgevend referendum, maar het is vooral een instrument wat je aan de bevolking geeft om aan de handrem te trekken als ze het niet eens is met besluiten die de Tweede Kamer wil nemen. Ja, dus dan moet de bevolking iets van 300.000 handtekeningen ophalen. Dan komt er een raadgevend referendum. Dan zeggen ze tegen jullie in Den Haag, nou, we willen A niet. En dan zeggen jullie, ik krijg lekker de vinketering, want het is raadgevend en we hoeven er niks mee te doen. Ja, dat gaan we dus niet zeggen. Stel nou dat er 300.000 mensen zeggen, we willen graag een referendum over de EU, waar nu ook over gesproken wordt. Wat vindt u daar nou van? Ja, dat zou ik een goed idee vinden, maar nog één aspect van die wet. Het moet een wet zijn die hier in het parlement voor ligt. Ik zal in ieder geval met mijn partij, de PVV, alles aangrijpen om waar het ook over Europa gaat, om referenda voor elkaar zien te krijgen. Het moet wel een wet zijn, er moet een verdragswijziging zijn. Ja, dus u moet af en toe een wetje er neerleggen, zodat het volk dus 300.000 handtekeningen kan ophalen. Ja, of je moet zelf een initiatiefwet indienen, of het kabinet, hè, als het bijvoorbeeld gaat over de bevoegdheidsoverdracht of terughalen naar Nederland. In Nederland wordt, in tegenstelling tot sommige andere landen in Europa, de kiezer eigenlijk nooit wat gevraagd over Europa. Europa staat op het punt zich te ontwikkelen tot de Verenigde Staten van Europa, waarbij de lidstaten heel veel beslissingsbevoegdheid, soevereiniteit verliezen. Dat kun je niet doen zonder instemming van de burger. Maar ze kunnen ook voor of tegen een Europese verordening zijn. Dus dat regelen we wel met dit raadplegend referendum. Dus over Europa mogen mensen zich ook uitspreken. Wij zijn een van de indieners van het raadgevend referendum. Ik vind het een hele goede zaak dat burgers ook iets te zeggen hebben over besluiten die al in de Kamer zijn genomen. Of waar de Kamer een advies voor kan indienen. Zullen we die even overdoen? Nou, dat dacht ik niet, hè. Want u maakt precies het probleem eigenlijk kenbaar. Ja, dat is namelijk, je vraagt aan de bevolking, wat vinden jullie ervan? Ja, en dan zeggen jullie, oh ja, is dat zo? En dan kan je gewoon weer verder gaan, hè? Het is alleen maar raadgevend. Ik maakte inderdaad de vergissing tussen het raadgevend referendum en het correctief referendum. Het is weliswaar formeel niet bindend, maar ik denk dat de regering nog geboren moet worden die naast zich neerlegt de wil van het volk. Dus het is geweldig nieuws. Zometeen in het Po-nieuws, commotie over onze aanwezigheid bij sterrenspringen van de Schans en Den Haag verbaasd over persbreidel Annemarie Jorisma. Ik vind dat je als persoon het recht hebt om te zeggen ik wil wel of niet met iemand praten. Maar als je ruimtes, openbare ruimtes gaat afsluiten, de pers notabene, dan kom je bijna met de grondwet in botsing volgens mij. Pamela Anderson en Baywatch, twee namen die onlosmakelijk met elkaar verbonden lijken te zijn. Maar er liep in de voormalige hitserie nog een hele mooie juffrouw rond. Ooit begonnen in E.T., maar gehuld in een rood badpak maakte zij pas echt naam. Ik heb het natuurlijk over Erika Eleniak. Strandwachten, borsten en billen, dat zijn dé elementen uit de hitserie Baywatch. En als je aan Baywatch denkt, dan denk je aan... Juist ja, Erika Eleniak. People think
think of Baywatch, they usually think of Pamela because she came after you. Pamela, who embodied and just exudes sexiness and flashy, voluptuous, she was Baywatch. One of the big reasons why I left is because that's not really what I signed up to do. I signed up to do a serious show about lifeguarding. So for me, that was a perfect time to go because I really wanted a serious film career. Under Siege, people are like, oh yeah, the scene where she pops out of the pie. Which is fabulous because it's 2 seconds on screen and for the rest of the hour and a half, I'm in web gear, you know, naval gear up to here. There were also a lot of guys watching it who, you know, thought you were like a super sex symbol and maybe they have been, you know, like jerking off on that. Exactly, that's called TMI. Not interested. TMI? I don't know that. TMI. Too much information. They certainly do look at you a little differently than the little girls that are coming to say hi to you. Yes, but whatever goes on in your home, at your screen, it's got nothing to do with me. We have brought you a present, because we at Bound, as we say in Dutch, we are not the lulligste. Look at my prezi. Ooh, is it a blow-up doll? Thank you so much. Can you teach me some stuff? You have to make sure that when you're gazing, you keep your eyes on the whole big picture at all times. Volgens TNS Nipo zou oudere partij 50PLUS op dit moment kunnen rekenen op maar liefst 24 kamerzetels. En daarmee zou het in één klap de tweede partij van ons land worden. Alle reden voor een feestje zou je zeggen, maar 50PLUS-voorman Henk Krol is helemaal niet blij. Meneer Krol, 24 zetels in de peiling. Zullen we even de andere peilingen ook afwachten, want dit zijn er wel heel veel. Het zijn meer dan 1,5 miljoen boze babyboomers. Volgens mij is dit een duidelijk signaal aan het kabinet om toch nog maar eens heel goed over een aantal maatregelen na te denken. Maar 24 zetels, dat is toch gigantico? Ja, ik word er niet vrolijk van. Oh, u wordt er niet vrolijk van dat hij veel zetels heeft? Nee, ik word er niet vrolijk van omdat het een duidelijk signaal is dat het kabinet op de verkeerde weg zit. Dat het zo niet kan. Dat het echt anders moet. Daar maak ik me zorgen over. Maakt u zich ook misschien een beetje zorgen om uw organisatie? Want het lijkt wel zo hard te groeien dat het straks ontploft. LPF. Nou, daar zit ik ook niet op te wachten. Maar ik denk dat dat niet nu het belangrijkste punt is. Het belangrijkste punt is dat Nederland een heel duidelijk signaal afgeeft. Zo kan het niet. Invloedrijke vrouwen, ze zijn er wel, alleen kent nauwelijks iemand ze. Hoogste tijd dus om al die vrouwelijke hotemethoten eens uit de vergetelheid te rukken. Historica Els Kloek werkte 10 jaar aan een boek met daarin 1001 invloedrijke, maar tevens ook morsdode vrouwen. Wat moet je gedaan hebben om in het boek opgenomen te worden? Nou, je moet of een prestatie hebben geleverd of een reputatie hebben gehad. Een auto goed ingeparkeerd hebben misschien in één keer? Ja, zou kunnen. Als daar rugbaarheid aan is gegeven, dan zou dat ook nog kunnen, ja. Ja, voor mannen is natuurlijk ook het oog wel ook wat. Staat dan ook een Duitse cruiser in of zoiets dergelijks? Er zitten ook hele mooie vrouwen in, ja. Duitse cruiser? Nee, want ze moeten dood zijn. Ze moeten dood zijn. Ja, het zijn 1001 dode vrouwen. Ze zijn allemaal dood. Dat is natuurlijk geen goed nieuws. Ah ja, ze zijn allemaal dood, maar dat wilden ze. Nieuwe vrouwen kunnen zich allemaal laten inspireren door deze dode vrouwen. Hoopt u na uw overlijden ook te worden opgenomen in zo'n boek als dit? Nou, dat weet ik niet. Voorlopig wil ik daar nog even niet aan denken. Dat burgemeester Annemarie Jorisma van Almere Po-nieuws uit principe niet te woord staat, dat lieten wij u al eerder zien. Maar haar afkeer blijkt zo diep te zitten dat ze deze week besloot om de persvrijheid aan haar laars te lappen. Zo weigerde zij ons eigenhandig de toegang tot een persconferentie van de BOVAG, omdat deze plaatsvond in haar stadhuis. Dat dit direct raakt aan het recht op vrije nieuwsgaring, dat interesseert mevrouw Jorisma zogenaamd helemaal niets. Het vastzetten van kentekenplaten. Daar ging het op de bijeenkomst over. Po-nieuws werd door Jorisma niet toegelaten omdat de omroep in haar ogen respectloos is. En het was geen openbare bijeenkomst volgens de burgemeester. Wij hadden slechts, omdat het maar een heel klein dingetje was, lokaal uitgenodigd. Waar ging het over? Over popnagel van kentekenplaat. Wat Jorisma vandaag door veel mensen kwalijk wordt genomen is dat zij dus bepaalt of journalisten ergens welkom zijn. Nee, ik maak soms de keuze, dat klopt. Over popnagel had ik niet het gevoel dat dat nu zou behoren tot het landelijke nieuws. Maar dat wordt u nu juist verweten, dat u die keuze maakt en niet de journalisten zelf. Dat is niet het geval. Dat is echt niet het geval. Want u maakt mij nou één ding niet wijs, dat ze daarvoor kwamen. Sorry. Ik weet dat gewoon.
Ja, Annemarie weet dat dus gewoon. Regentesker dan dit krijg je ze niet. Zo vindt gelukkig ook de Tweede Kamer, inclusief haar partijgenoten. U weet waarschijnlijk hoe het is om uitgesloten te worden. Dat is een beetje onze core business, maar dat het jullie moet overkomen, dat vind ik toch wel weer opvallend. Ik vind dat je als persoon het recht hebt om te zeggen, ik wil wel of niet met iemand praten. Maar als je ruimtes, openbare ruimtes gaat afsluiten, de pers notabene, dan kom je bijna met de grondwet in botsing volgens mij. Openbare gelegenheid waar je ook nog voor uitgenodigd bent. Ja, dan moet je gewoon toegelaten kunnen worden. Net als alle andere media die daar zijn. Want anders dan is één medium, in dit geval Pauwnieuws, ja, die kan niet meewerken aan vrije nieuwsgaring. Dus geen goede zaak. Ik heb begrepen dat zij jullie de toegang tot het stadhuis heeft geweigerd terwijl jullie uitgenodigd waren. Ja, ik ga er verder niet over, maar ik had een andere keuze gemaakt. Ik zou u gewoon binnenlaten, maar ik weet niet wat er gebeurd is. Nou, niks. Ze vindt ons alleen onfatsoenlijk en ze wil niet met ons praten. Nou, dat lijkt me dan iets om met haar te bespreken. Maar het klinkt niet iets wat je makkelijk doet. Het is wel vreemd, hè? Het klinkt als iets wat je moet uitleggen, ja. Zij mag als persoon allemaal meningen hebben. Dat is vrijheid van meningsuiting. Maar als je inderdaad het stadhuis is van iedereen, gaat afsluiten voor bepaalde mensen, pers notabene, ja, dan ga je wel een stapje te ver. Dus ik ben echt wel benieuwd hoe Jorisma dit uitlegt. Mijn persoonlijke voorkeur ligt ook niet bij D66. Nou, ik stel die toch ook gewoon vragen aan jou. Ja, daar doe ik het gewoon niet lullig over. Nee, Jan, en dat is ook heel jammer dat jouw persoonlijke voorkeur niet bij D66 ligt. Maar dat is je goed recht. En ik vind het heel fijn dat je met me praat zo nu en dan. Ik vind het heel kinderachtig om gewoon één medium, in dit geval Pauwnieuws, helemaal volledig uit te sluiten. En dat jullie niet eens het stadhuis mee binnenkomen, dat gaat mij wel heel ver. Misschien moeten ze een bordje op de deur timmeren met slechts 4 fatsoenlijke journalisten. Dat is Fries, hè, of niet? Of is dat, Ik deed een poging tot Zuid-Afrikaans. Over Zuid-Afrikaans, oh, je ziet het helemaal in die trant. Nou, dit is een glijdende schaal, want de volgende burgemeester zegt, ik heb een ontzettende hekel aan linkse journalisten en dan mag de Volkskrant niet naar binnen. En de volgende zegt, ja, ik heb een beetje een hekel aan mensen met een grote neus, dan komen die niet binnen. Ja, dat klopt. Nou ja, dan mag ik niet naar binnen. Annemarie Jortsma vindt ons onfatsoenlijke journalistiek. Nou, dat mag je vinden. Ze wil niet met ons praten. Nou, dat vind ik al wat als burgemeester van een grote stad en voorzitter van de VNG. Maar nu heeft ze ons de toegang tot het stadshuis ontzegd. Ja, en dat is openbaar terrein. Is dat niet een beetje gek? Ik vind het raar, één principieel, dat jullie daar op zo'n openbaar terrein de toegang wordt ontzegd. En ik weet niet wie haar persvoorlichter is, maar ik geloof niet dat dit de omgang is met jullie. En jullie blaffen altijd wel, maar jullie zijn wel lieve hondjes. Lieve hondje, moet je je stoot vliegen aan, is maf, Kees. Nee, opgerot, ja, we hebben gezien. Ja, wordt ongetwijfeld vervolgd. Ik weet dat dus gewoon. Zometeen in het Pauwnieuws. Het is koud, maar dankzij de kutkruik zitten de dames er warmpjes bij. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Als jij me aankijkt, lieve schat. Het is Pax Christi een doorn in het oog. Nederlandse banken die investeren in kernwapenproducenten. Minister Dijsselbloem van Financiën is niet van plan de beleggingen te verbieden. En daarom uitte de vredesbeweging vandaag in Den Haag haar onvrede met een heus operalied. Vond u het mooi? Ja. En bent u het ook mee eens? Ja. Waarom? Omdat het echt schandalig is dat banken investeren in kernwapens, waar mensen alleen maar heel veel leed van ondervinden. Ze zijn bang voor kernenergie, maar volgens mij heeft u een kernreactie op hun nek hangen. Nou, ik denk dat dat wel meevalt. Wat is dat nou voor sjaal, zeg? Mooi, hè? Er gebeurt van alles met beleggingsgeld, met geld wat volgens mij een meerderheid totaal niet wil. En om dat dus, ja, een beetje bekend te maken. Staan jullie met z'n allen hier te zingen? Hier te creperen. In de ijsregen te zingen. Nou, ik denk dat het gelijk ophoudt. Nou, ja. Heb ik niet over het weer, hoor, maar over, nee, die banken. Het lijkt me hoogste tijd. Volgende week vrijdag start SBS6 met Sterren springen van de Schans. Deze week waren de opnames in het Duitse plaatsje Hinterzarten. Wij besloten een kijkje te nemen. Maar daar was niet iedereen even blij mee. Gerard. Dag, lieve schat. Nee. Daar zijn we weer. Wat kom je doen? Hey, luister. Nou, dit is het evenement van het jaar. Is het? Nou, dat hoop ik wel dat het wordt. Maar wanneer ben je nog wel iets kunnen zien? We hebben alles gezien. Oh, oké. Als je eens kunt uitvoeren, kun je er 9 recht aan.
Heb je dat begrepen? Die ga ik winnen op. Ja, rechtszaak of niet, morgenavond een uitgebreide reportage. Natuurlijk in het Po-nieuws. Menstruerende vrouwen, je kunt er beter bij uit de buurt blijven. Maar er is nu een oplossing. De Vagiterm, in de volksmond ook wel kutkruik genaamd. Een medisch hulpmiddel voor vrouwen die last hebben van menstruatiepijn. Hij werd ontdekt door Maxime Hartman. Inderdaad, de man die ons eerder al trakteerde op de knijpkut. Voor alle depressieve en menstruerende vrouwen is er een wondermiddel op de markt, genaamd de kutkruik. En ik ga op bezoek bij een groot fan. Ik dacht jullie vanavond pas zouden komen. Nee, ja, nu al. Hoi. Hey. Kom binnen. Je hebt wel wat met kutten. Er is nu een nieuwe uitvinding, de kutkruik. Wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou ja, ik zag het op de Duitse televisie. En het is een apparaat wat vrouwen kan helpen als ze last hebben van hun maandelijkse ongesteldheid. Ik heb altijd heel veel medelijden met vrouwen. Ik heb ook wel een beetje last van, zoals alle mannen, denk ik. Maar als er iets is wat vrouwen kan helpen, dan moeten we dat toejuichen. En hoe zou dan dit kruikje kunnen helpen? Als jij warmte door middel van een kutkruik in je vagijntje duwt, dan komt daar troost van binnenuit, denk ik. Ik heb versterking meegebracht. Daar is Super Ivy. Oh, ik zei open. Sorry dat ik het zo... Ik ken je niet, maar ben je ongesteld? Ja. Oké, okay, fijn. Nou ja, voor ons dan. Dit is de oplossing. Ik ga hem even pakken. Even aan het stokje, dat is hygiënischer voor haar. Oh, sorry. Met je vieze fikker weer. Waar, hey, sorry, ik heb wel schone handen hoor. Ik heb het niet opgeruimd, Nadia. Hij moet wel lang koken, vind je niet? Hoe lang, 20 minuten? 20 minuten, ja. Voor de eer om hem eruit te halen. Dankjewel. Gaat er nu in? Super. Wij kunnen even gaan ontspannen, even ontspannen, Nadia. Ja. Tot later, mensen. Is hij al een beetje afgekoeld? Ja, hij is op temperatuur. Ik wil niet meer herkend worden als we dit gaan doen, ja? Ja. Dus ga je gang. Als jij me aankijkt, lieve schat, wat moet ik zonder jou beginnen? Geen bloot meer? Hoor je het bonzen van oh, zo. Hoe voel jij je? Ja, echt fantastisch gewoon. Oh, wacht even, ik zie weer bepaalde dingen. Ja, voelt goed. Ja, het voelt goed. Helemaal vrolijk? Helemaal vrolijk. Oké, okay, nou Maxime, deze happy camper laten we even. Kom weg. Ja, tot zover de Po-nieuws. Ik wens u nog een hele mooie avond en tot morgen.